Ik ben wel ergens verliefd op de klarinet, moet ik wel toegeven. Op de sound, die heeft een enorm groot register, die heeft enorm veel mogelijkheden. Ik zou niet weten wat ik anders zou doen hoor. Moest ik morgen moeten herbeginnen, ik zou terug klarinet gaan studeren. Dat is echt mijn ding wel. Ik ben echt wel een rietblazer. Hè? Ik ben iemand die intuïtief musiceert, maar ik trek dat relatief ver. Recentelijk ben ik met een elektronische machine aan het proberen geweest om mijn klank te manipuleren en bepaalde parameters eruit te halen. Daarmee probeer ik dan improvisaties slash composities te maken. En dat is zo mijn ding. Ik ben voornamelijk bezig met klank, omdat ik eigenlijk de ideale klank nog nooit gevonden heb. Ik zal hem ook nooit vinden, dat weet ik nu ook al. Maar, dan zeg ik, het is niet mijn klank, het is de klank binnen het ensemble. De ensembles die het beste zijn, is dat je eigenlijk bijna niet meer weet, is de fluit aanspelen of de klarinet aanspelen, dat je ze dermate blend hebt, dat noem ik één zijn. Getriggerd worden is voor mij eigenlijk, wat kan er u nog boeien? Ik word getriggerd door bijvoorbeeld een speciale film te zien of speciale beelden, dat interesseert mij allemaal. Ik weet, mijn trigger is te groot. Dus ik heb een zeer groot probleem. Dat is dat ik alles wil en alles op al een tijd en ik krijg dat niet meer gerealiseerd. Maar getriggerd worden is eigenlijk, kan ook door de natuur zijn, door puurheid, pure schoonheid. Ik ben dankbaar dat Hermes mij getriggerd heeft om 20 jaar lang eigenlijk mij verder te gaan verdiepen of op zoek te gaan naar nieuwe klanken. En dat is eigenlijk mijn voornaamste rol. En zo zie ik het leven als een zoektocht eigenlijk. Als een palet, zoals een schilder. Als je maar 2 kleuren op je palet liggen hebt, ik zeg nu maar blauw en rood. Als je er niet aan denkt, ja, dan schilder je enkel met blauw en rood. Als je getriggerd wordt, kun je misschien blauw en rood beginnen te combineren en andere kleuren gaan maken of andere schakeringen. Maar als je nog meer getriggerd wordt en je beseft dat er ook buiten blauw en rood nog andere kleuren zijn, dan wordt de palet altijd maar groter, groter, groter. En dan heb je eigenlijk een rijkdom, denk ik, persoonlijke rijkdom, die je eigenlijk kunt inzetten wanneer dat je wilt. Wij worden soms wel door bepaalde composities gedwongen om onze grenzen te verleggen. Om extreem hoog, extreem luid, extreem hoog, zacht. Alle die schakeringen, soms door slechte instrumentkennis, worden we ergens gedwongen waar we niet graag zijn. Maar toch gaan we dat proberen te realiseren. Ik haat het van te zeggen van dit is niet mogelijk. Dat staat eigenlijk niet in mijn agenda. Als je dat dan doet, dan verleg je je grenzen. Met andere woorden, als je dan een improvisatie of wat dan ook moet doen, zet je dat ook weer rijker. Dan is het leven mooi en kleurrijk, vooral. Ja, kijk. Ik vind het nu zo grappig.